Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe les van Dynamic Activities. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jij ook. Als je er klaar voor bent, kunnen we beginnen. Doe je mee? Oké allemaal, vandaag gaan we weer boksen bij Meester Remy. De eerste les hebben we de basis gehad, de basis van de voeten, de basis van de handen. De tweede keer hebben we verplaatsen gehad. Wat gaan we nu doen? Nu gaan we verschillende boxcombinaties gaan maken. Vorige keer heb ik al verteld, we hebben de directes, we hebben de hoeken en we hebben de opstoten. Nu gaan we daarmee allemaal verschillende combinaties maken. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ik wel. We gaan beginnen met een linker direct. Dus links voor, rechts achter, recht op bij je kin. Oké, alleen linker directe. Beetje bewegen, een linker directe. Kom een linkerhoek bij. Eén hop en de linkerhoek bij. Belangrijk dat die elleboog constant gesloten is en die rechterhand bij je kin blijft. Oké, kom maar. Hop. Yes, oké. Okay. Hop. Kom maar linkeropstel bij. Oké, dus drie keer dezelfde hand. Eén, hop, twee en drie. Oké, weer bewegen. Eén, twee en drie. Weer bewegen. Eén, twee en drie. Oké, alleen een recht directe. Linkerhand, hoog houden, elleboog tegen je lichaam aan. Hop, alleen recht directe. Goed indraaien, niet helemaal je arm strekken. Beetje bewegen, hop. Bewegen, rechterhoek op de bij. 1 en 2. Oké, weer lekker bewegen. 1, hop, en 2. En weer lekker bewegen. Zorg ervoor dat de linkerbeen voor blijft. Lekker bewegen, hoppakee. 1 en 2. Kom een rechteropstoot bij. Dus drie keer weer dezelfde dan. 1, 2 en 3. Weer lekker bewegen op je plaats. 1, 2, 3. En weer bewegen. 1, 2, 3. Nog één keertje. 1, 2 en 3. Oké, we gaan het nu ietsje moeilijker maken. Een linker directe en een rechterhoek. Oké, we lekker bewegen, denk je, houden. Linker directe, rechterhoek. En weer bewegen. 1, hop, en 2. Lekker bewegen weer. Linker directe, rechterhoek. Linkeropstoot komt erbij. Komt ie. Linker directe, rechterhoek. Linkeropstoot. En weer bewegen. Linker directe, rechterhoek. Linkeropstoot. En weer bewegen. 1, 2, 3. Bewegen, bewegen. 1, 2, 3. Houd die linkerbeen voor. 1, 2, 3. Nog één keertje. 1, 2, 3. Oké, alleen een rechte directe. Linkerhand bij je kin. Hoppakee. 1. En weer bewegen. Hop. Yes. Dubbel. 1, 2. Goed terugbrengen. Houd die hand bij je kin. Yes. Weer bewegen. 1, 2. Kom een linkerhoek bij. 1, 2 en een linkerhoek. En weer bewegen. 1, 2 en een linkerhoek. 1, 2 en een linkerhoek. Kom nog een linkerhoek bij. Linkerbeen weer voorhouden. Oké, directe, directe, linkerhoek, linkerhoek. Oké, weer bewegen. Directe, directe, linkerhoek, linkerhoek. Komen twee rechte opstoten bij. Rechte, directe, linkerhoek. Linkerhoek, rechteropstoot, rechteropstoot. Hebben? Oké, komt ie. Directe, directe, hoek, hoek, opstoot, opstoot. Oké, en weer lekker bewegen. Directe, directe, linkerhoek, linkerhoek, rechteropstoot, rechteropstoot. En weer bewegen. Directe, directe, hoek, hoek, opstoot, opstoot. Oké, heel goed. Dat zijn een paar combinaties. Wat we nog niet hebben gehad. Is stoten naar de lichaam. Je hebt eigenlijk alles hop, 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 hop naar het hoofd gedaan. Dus op hoofdhoogte. Nu gaan we hetzelfde doen. We gaan beginnen met de directes. We gaan nu door de benen zakken. Hop. En dan kunnen we linker en recht directe stoten naar iemands buik. Oké, dus als volgt. Recht dan weer bij de kin. Door de benen zakken en stoten we linker directe terugbrengen naar de kin. En dan komen we omhoog. Ja? Oké, alleen met de linker directe doen we 5 keer. Ik wou 3 keer zeggen. We doen het 5 keer. Oké. Laag. Stoten. Terug. En omhoog komen. Laag. Stoten. Hop. 2. Laag. Stoot. Hop. 3. 4. Laatste keer. En 5. Doe hetzelfde met de rechterhand. Door je benen zakken. Recht directe. Terugbrengen. En omhoog komen. 1. Hop. 2. 3. 4. En 5. Oké. Direct naar de buikspieren hebben we gehad. Doe hetzelfde met de hoek. Door je benen weer zakken, een linkerhoek. En omhoog komen. Door je benen zakken, linkerhoek. En weer omhoog komen. Door je benen zakken,
3, 4 en 5. Zelfde met de rechterhand. Oké. Okay. Hop. 1, 2, 3, 4 en de laatste keer en 5. Zo. Directus, hoeken, lichaam hebben we ook gehad. Nu gaan we weer een combinatie maken, maar we gaan naar beneden, naar boven en dan maakt het ietsje moeilijker. Dus als volgt. Een link directe beneden, kom omhoog. Een rechte directe boven. Ja? Oké, okay, komt ie. Laag beneden, rechts boven. 1, hop, 2 en lekker bewegen op de plaats. Hop, 3, goed. Links en rechts, 4, nog een keertje. Laag en 5. Kom een linkerhoek bij. Links beneden, rechts boven. En linkerhoek erbij. Komt hij weer even op. Laag. 1, 2 en linkerhoek. Links beneden, rechts boven. En de linkerhoek. Links beneden, rechts boven. Linkerhoek. Nog één keertje. Hoppakee. Links beneden, rechts boven. En de linkerhoek. Oké, okay, volgende. 2 keer linkerhoek. Een linkerhoek boven. En de linkerhoek beneden. Dus een klein beetje door je benen zakken, belangrijk. Oké, okay, komt weer. Links boven, hop, door je benen zakken. Links beneden. Oké, okay, 1. Hop. 2, oké, okay, goed zo. Hop. 3, oké. Okay. Hop. 4. Rechterhoek, rechterhoek bij. Links boven, links beneden. Rechts beneden, rechts boven. Oké. Okay. 1, hop. 2, 3, hop. 4, oké, okay, komt ie. Hop. 2, rechts beneden, rechts boven. Komt hier links boven, links beneden, rechts boven. Laatste keer. Links boven, links beneden, rechts boven. Ik ben nieuw. Ja, ik ben nieuw. Jullie gaan nu lekker verder. Probeer voor jezelf een paar verschillende boxcombinaties te oefenen. Dus recht directe, linkerhoek, rechterhoek. Zo kan je voor jezelf van 4, 5, 6 verschillende stoten achter elkaar doen. Ja, een beetje moeilijk maken. Ga zelf thuis verder oefenen. Ik heb een beetje geholpen. Ik zie jullie volgende keer. Volgende keer gaan we nog wat andere oefeningen doen. Tot snel. Dit was het weer voor vandaag. Leuk dat je erbij was. Doe je de volgende les weer mee? Graag tot dan.